Robert Molenaar, we kunnen denk ik niet ontkennen dat we in een lastige fase zitten momenteel. Ja, een fase met hobbels op de weg. Afgelopen week was natuurlijk niet de beste wedstrijd van NAC ooit, om het zachtjes uit te drukken. Hoe was de week daarna en met name de zaterdag? Nou, vlak na de wedstrijd leefde er wel wat verschillende sentimenten binnen de spelersgroep. En gezien de ernst van de situatie vonden we het wel nodig om van twijfel feiten te maken. En dus hebben we dat zaterdag aangegrepen om dat te doen. En dat hebben we minutieus gedaan met veel aandacht, met veel inbreng van spelers. Spelers die echt bereid waren om ook in de spiegel te kijken. Maar ook acceptatie van meningen van elkaar. En ja, sommigen hebben ook echt hun handen omhoog moeten halen om te zeggen van ja, weet je, hier is geen twijfel over. En ja, dan komen daar feiten uit waar we gewoon weer mee verder kunnen. En ja, in die zin is het niks meer, niks minder. Is het dan ook zo dat er bij zo'n bijeenkomst soms harde, rake woorden vallen? Ja, maar niet met een toon die niet bij constructief overleg gevoerd wordt. En na een wedstrijd is duidelijk nog de emotionele knop ingedrukt. Daar zijn dan ook wel wat meningen op gestoeld. Vaak worden inzetkaarten ook getrokken, want ja, het voelt ook allemaal dat het niet klopt. Dus ja, en daar hebben we die dag daarna op een hele minutieuze wijze prima aandacht aan kunnen. En dat is best een lange sessie geweest. Maar ja, dat heb je als je wedstrijden analyseert. Dat doet de staf namelijk elke week. Dan duurt het wat langer als dat een spelerdag gewend is. Normaal gesproken werk je met een uittreksel van beelden. Ja, daar was nu geen sprake van. Nu moesten we echt wel momenten rubriceren en zeggen van oké, waar legt het hier dan aan en waar legt het hier dan aan. En daar hebben de hoofdrolspelers een keurige nette bijdrage over gehad. En daar waar het minder duidelijk was, heb ik een duit in het zakje gedaan. Is het dan ook zo dat je in de dagen daarna die eerste trainingen weer direct een verschil merkt? Jazeker, ja. Ja, dus de feiten die eruit gekomen zijn, daar zijn we ook meteen mee aan de slag gegaan. En dat zorgt vaak voor hernieuwde energie. En dat kon je duidelijk merken, ja. Hoe was de trainingsweek richting morgen? Intens, constructief. Op de organisatie. Op het moment, als je vindt dat je in geleverde kwaliteit tekortschiet. Ja, dan weet je ook, en dat wordt ook klassikaal besproken. Ja, dan weet je ook dat je uit een ander vaatje moet tappen. Daar waar het de organisatie betreft, is het vaak ook een dan moet de samenwerking weer op een hoger niveau. Ja, dat alles zorgt voor meer energie in de aparte afdelingen van het samenwerken. Zijn dat dan ook de punten die je morgen eigenlijk direct anders wil zien? Dus die samenwerking, die samenhorigheid, maar ook het stuk inzet en de beleving? Nou, ook inzet en beleving was daar een onderdeel van. Was wel het laagste percentage van wat er veranderd moest worden volgens de groep. Aan de hand van de beelden. Dat is dan wel opmerkelijk, want na de wedstrijd wordt die kaart vaak als eerste getrokken. Er was geen inzet. Maar vaak zie je, en dat is wel bewezen, dat talent, discipline en motivatie, dat een driehoek is die heel goed bij elkaar past. En eigenlijk niet los van elkaar gezien kan worden. Dus op het moment dat je niet de kwaliteit levert die je zou moeten doen, ja, dan zal je ergens anders misschien wel wat minder inzet zien. Ja, en dat kan ook zichzelf versterken, waardoor je wedstrijden kan spelen die gewoon door de ondergrens heen gaan. En ja, dat pakken we dan maar als cadeautje uit. Want stel dat het maar 1-0 was geweest, dan suddert het misschien verder door. Ja, nu zorg je er echt voor dat de onderste steen boven moet. En dat hebben we deze week gedaan. Morgen wacht ADO Den Haag. Wat verwacht je van die wedstrijd? Nou ja, we hebben ADO de afgelopen wedstrijden in meerdere veldbezettingen gezien. Wat een uitdaging vormt.
Ze hebben het van behoorlijke ploegen weten te winnen. Dat zal ze toch wat meer vertrouwen geven als voor die tijd. En dat is een behoorlijke uitdaging voor ons op dit moment. Dus wij zullen scherp moeten zijn. Wij zullen inderdaad een hele goede samenwerking moeten hebben in organisatie. En de geleverde kwaliteit moet omhoog. Ja, en als we die combinatie leveren, dan kunnen we het ADO niet alleen heel lastig maken, maar dan kunnen we dit soort wedstrijden ook gewoon weer winnen. Heel succes morgen. Dankjewel.